Er is een opvallend gerucht opgedoken rondom de bekende volkszanger Frans Bauer en zangeres Sineke Peters, waarin wordt gesuggereerd dat de twee mogelijk een affaire zouden hebben gehad. Dit gerucht werd oorspronkelijk naar voren gebracht door Roddelpraat, en hoewel het nieuws niet door hen verzonnen zou zijn, blijkt het gebaseerd te zijn op een opmerkelijk telefoongesprek van 15 minuten tussen Doris Bauer, de broer van Frans, en Jan Bom, de ex-man van Sineke. Dit gesprek heeft voor flink wat ophef gezorgd. Tijdens het telefoongesprek bespreken Doris en Jan uitvoerig de vermeende affaire tussen Frans en Sineke. Bovendien hebben de heren van Roddelpraat naar eigen zeggen ook contact gehad met Mariska Bauer, de echtgenote van Frans. Volgens hun verslag zou zij heftig gereageerd hebben op de beschuldigingen, wat de geruchtenstroom alleen maar heeft aangewakkerd. In een interview met de story reageert Doris op de beschuldigingen en verklaart hij dat hij absoluut geen roddels over zijn broer zou verspreiden. Ik ben blij dat je me belt, vertelt hij. In tegenstelling tot wat er rondgaat, heb ik nooit beweerd dat Frans een affaire met Sineke heeft gehad. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Hij benadrukt dat hij in de afgelopen tijd vaak benaderd is door Jan en diens vader, die het gerucht via via hadden gehoord en van Doris een bevestiging wilden krijgen. Maar die bevestiging kan ik niet geven, al dus Doris. Als je meer wil weten, moet je bij Frans, Sineke en degene die het gerucht verspreid zijn. Interessant genoeg heeft Doris geen contact meer met zijn broer Frans. Ik heb al twee jaar niet met Frans gesproken, dus ik heb hier niet met hem over kunnen praten, legt hij uit. De broers zouden al een tijd overhoop liggen, maar niet vanwege persoonlijke kwesties. Hun breuk is volgens Doris van zakelijke aard. Het begon allemaal met een zakelijke kwestie. Ik kreeg een mail waarin werd aangegeven dat ik moest stoppen met de merchandise van Frans. Dat kwam niet eens van hem persoonlijk, maar via zijn management. Sindsdien hebben we geen contact meer over dit soort dingen. Toch sluit Doris niet volledig de deur voor zijn broer. We hebben nog wel contact over onze moeder, die aan Alzheimer leidt, maar verder spreken we elkaar niet meer op verjaardagen. We feliciteren elkaar wel, maar we komen niet meer bij elkaar over de vloer. Ruzie is er niet echt, maar het contact is gewoon verwaterd. Dat heb ik inmiddels geaccepteerd. Jan Bom, de ex-man van Sineke, is echter minder terughoudend in zijn uitspraken. In hetzelfde interview met de story stelt hij dat hij van meerdere bronnen heeft vernomen dat er inderdaad sprake zou zijn van een affaire tussen Frans en Sineke. Ik heb dit van verschillende mensen gehoord, ook van familieleden van Frans. Vertelt januari of het waar is, weet ik niet, maar de signalen die ik heb gekregen wijzen er wel op. Meer wil ik er niet over kwijt. Hoewel het gerucht flink wat stof heeft doen opwaaien, blijft de waarheid vooralsnog in het midden hangen. Wat er werkelijk gebeurt is tussen Frans Bauer en Sineke Peters. Blijft voor buitenstaanders een mysterie, en zowel Doris als Jan Lijken vastbesloten om hun informatiebronnen verder voor zich te houden. Ondertussen zorgt het gerucht voor de nodige speculaties in de media.